Subject of today's session is an idea that's very familiar to us in modern Western society. En vanavond gaan we een idee bespreken wat ook eigenlijk heel bekend is in de moderne westerse samenleving. We read in Leviticus chapter 25 about the sabbatical year. We lezen in Leviticus hoofdstuk 25 over het jubeljaar of het sabbatsjaar. Inevitably, one of the principal questions that we're going to have to consider is whether the sabbatical year about which God speaks is the same as the sabbatical year that we all know about in Western society today. En wat we vanavond gaan bespreken is eigenlijk of het principe dat God bedoelt met het sabbatsjaar of het jubeljaar, of dat ook hetzelfde eigenlijk is qua onze opvattingen in de huidige samenleving. Inevitably, we'll get back to that point, but first let's consider what we read. What does God tell us about the sabbatical year? Maar daarover straks meer. We gaan eerst kijken wat de Heere God zelf ons laat lezen in het hoofdstuk wat hij zegt over het sabbatjaar. So of course, beginning, God spoke to Moses in Mount Sinai, saying, vers 1, en de Heere sprak tot Mozes op de berg Sinai. Verse 2, speak unto the people of Israel and say to them, when you come into the land which I give you, then shall the land rest for a Sabbath unto God. En dan vers 2, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij in het land komt dat ik u geef, dan zal het land rusten, een Sabbat voor de Heere. We should already note two themes that appear more than once in this verse, that appear constantly throughout the passage that ensues. En we zien hier al een principe in dit vers terugkeren, een paar eigenlijk, en dat wordt eigenlijk elke keer herhaald, zoals we straks ook zullen zien. The first is the land. Het eerste wat wordt opgemerkt is het land. The second is the Sabbath. En het tweede gaat over de Shabbat. And indeed, what we read in the passage that ensues, after we are told that you work the field for 6 years. En zoals wij al weten, dat wordt ook in de volgende versen herhaald, dat 6 jaar het land gearbeid mag worden. In verse 4, in the seventh year shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath unto God. En dan vers 4, maar in het zevende jaar zal het land een volkomen Shabbat hebben, een Shabbat voor de Heere. Now, we know what it means to have a Sabbath for people. We weten wat het is als de Shabbat is gegeven, of wat het is om een Shabbat te hebben voor de mensen. So how do you have a Sabbath for a land? Maar wat houdt dan een Shabbat voor het land in? And of course, we immediately read the answer. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. Maar de Heere God geeft gelijk het antwoord, ook in vers 4. Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. And so, we encounter maybe the first idea that is embedded in this Sabbath of the land. Dus het eerste idee wordt eigenlijk hier al gegeven, wat het inhoudt als het een Shabbat is voor het land. Give the land a rest. Geef het land rust. Now this is an idea that we can very well appreciate nowadays. The idea of giving the land an opportunity to rejuvenate, to restore itself. En dat is natuurlijk iets wat wij vandaag ook best wel kunnen waarderen natuurlijk, als de Heere God dat zegt. Want het is goed als het land rust krijgt, zodat het kan herstellen en dat het opnieuw kracht zal vinden en worden opgebouwd. To be aware of our environment and to take responsibility for our environment. En wij weten dus ook heel goed, de gedachte hierachter is dat wij verantwoordelijk zijn voor ons bezit en dat wij dat goed in gedachten moeten houden. So, not working the land all the time, working the land to death, is obviously important in developing that sense of responsibility.
Want voor de ontwikkeling van het land, en daar moeten wij dus onze verantwoordelijkheid in nemen, is het belangrijk dat we de grond niet laten uitputten, maar ook de rust geven om te herstellen. That's good, but is that all? En dat is natuurlijk heel goed, maar is dat ook alles? Well, we consider what God teaches us in the verses that follow, and in particular, I'm going to skip to verse 6, which tells us what happens with the Sabbath produce of the land that grows by itself, because of course you didn't sow the land and you didn't harvest it. En we gaan even verder kijken naar vers 6. En daar staat nog een ander principe, want er is natuurlijk altijd opbrengst. Ook al laat je een land zomaar liggen, dan komt er altijd toch vanzelf wat op. Maar wat moet daarmee gebeuren? And again, we read in verse 6, the Sabbath produce of the land shall be for food for you, not just for you, for your servant, for your maidservant, for the hired servant, and for the sojourner by your side who sojourns with you. Ja, lezen we in vers 6. De sabbatsopbrengst van het land zal u tot voedsel zijn. U en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner die bij u vertoeven. So it's not just about environmental awareness, there's also an aspect of social awareness. Dus het is niet alleen maar een aspect dat het land rust moet hebben en dat je daardoor wordt bepaald dat je verantwoordelijk bent, dat het land dat ook krijgt. Maar het gaat verder, het heeft ook nog een sociaal aspect, wat we dus net hebben gelezen. To be concerned for the weaker members of society, those who don't have such a stable income, to ensure that they will have what they need to eat. Hierin wordt dus bepaald in dit vers dat je ook moet omzien naar andere mensen. Mensen die niet een eigen land bezitten of niet zo rijk zijn. En dus meer afhankelijk zijn van anderen. En dat je daar ook bewust van bent en daar ook naar handelt. So far we have the idea of environmental awareness. We have the idea of social awareness. Environmental responsibility and social responsibility. En we hebben dus nu net gelezen of gehoord dat we dus verantwoordelijk zijn voor het land, ook voor onze sociale omstandigheden van de mensen in onze omgeving en dat we daar bewust van zijn. And we'll add in verse 7, they both come together. En in vers 7 komen beide aspecten samen. Because not only are you concerned to provide food for the weaker members of society, you're even concerned for the animals. En daarom komt er nog een aspect bij, want daarin wordt zelfs ook gezegd dat het ook voor de dieren, zeg maar, dat je daar ook verantwoordelijk voor bent en dat je daarmee moet omzien. For your cattle, but not just for your cattle, for the beasts that are in the land, that is not even domesticated animals, for the animals generally, shall be the produce thereof for food. Vers 7 lezen wij dan, ook voor uw vee en voor het gedierte dat in uw land is, zal de gehele opbrengst daarvan tot voedsel zijn. Dus niet alleen het vee, maar ook de wilde dieren. Now again, this concern for the environment and for the rest of society undoubtedly is here. Of course, the question is that all? En hier hebben we dus al de aspecten genoemd, hè, dat je moet omzien naar allerlei aspecten, inderdaad het land, maar ook de sociale omstandigheden en de dieren. Maar is dat dan alles? In particular, does that explain this strange idea of a Sabbath for the land? Why describe it as a Sabbath? Want is hierin alles gezegd als het betreft Sabbat voor je land? Let's hold off on this and continue in the rest of the chapter. Maar we gaan verder en kijken naar verdere stukken in dit hoofdstuk. We continue with verse 8, which introduces an additional dimension besides the seventh year, the sabbatical year. Want we gaan kijken naar vers 8 en daarin wordt nog wat toegevoegd waar het nog verder gaat, niet alleen over het Sabbatjaar wat je om de zeven jaar moet gaan volbrengen, zeg maar. And you shall number seven Sabbaths of years unto you, seven times 7 years, and there shall be unto you the days of seven Sabbaths of years, 49 years, seven times seven. Dan lees in vers 8, voorts zult gij u 7 jaar Sabbatten tellen, 7 maal 7 jaren, zodat de dagen van de 7 jaar Sabbatten 49
jaren zijn. And what happens after these 49 years? En wat gebeurt er na die 49 jaar? As we read in verse 10, you shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and you shall return every man unto his possession, and you shall return every man unto his family. En dat lezen we in vers 10. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners. Een jubeljaar zal het voor u zijn. Dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Now, part of the rules of the jubilee year we already learned with respect to the sabbatical year. That is, as we read in verse 11. En hierin worden dezelfde aspecten een beetje naar voren gebracht van de Shabbatjaren, die wij tot nu toe hebben gelezen. Maar het jubeljaar is het anders en dat zien we in vers 11. In verse 11, a jubilee shall that 50th year be unto you. You shall not sow, neither reap that which grows of itself in it, nor gather the grapes in it of the undressed vines. Same as we saw with respect to the Sabbath year, the seventh year. Dus het jubeljaar, zoals dat in vers 11 wat opgeschreven is, een jubeljaar zal het 50ste jaar zijn voor u zijn. Dan zult gij niet zaaien en wat dan vanzelf opkomt, zult gij niet oosten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Dus hetzelfde met alle principes wat we zo net al hebben gelezen over het Shabbatjaar geldt dan ook weer. And of course with respect to its produce, just as we read in the case of the Sabbath year, verse 12, it is a jubilee. It shall be holy unto you. You shall eat the produce thereof out of the field. In vers 12 zien we hetzelfde weer herhaald. Want het zal voor u een jubeljaar zijn. Heilig zal het voor u zijn. Van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. Now, this of course is similar to what we already saw regarding the Sabbath year. That is, there certainly is the element of environmental awareness, environmental responsibility, leaving the fields fallow, and likewise social awareness, social responsibility. Everyone eats the produce of the field, including those who are less fortunate. Dus dat wordt hier dus weer herhaald. Het Shabbatjaar is dus hetzelfde, en dat is het jubeljaar. Dezelfde principes gaan daaraan ten grondslag. Dat alles wat dan opkomt, zal zijn voor de samenleving, voor de dieren op het veld, en ook voor je vee, en ook voor jezelf. But there's an additional dimension. We saw this additional dimension in verse 10, proclaiming liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof, meaning you shall return every man unto his possession and every man unto his family. Maar bij het jubeljaar wordt er nog iets toegevoegd en dat hebben we net gelezen in vers 10, dat de vrijheid in het land afgekondigd zal worden voor al de bewoners en dat dus iedereen en het bezit ook terugkeert naar het eigen geslacht. The same idea is expressed again in almost the same exact words in verse 13. In this year of jubilee, you shall return every man unto his possession. Samengevat zie je dat ook weer staan in vers 13. In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Well, what does that mean? Maar wat houdt dat in? What becomes graphically clear, especially in the verses that follow, is that whatever parcels of land had been sold over the course of the intervening 49 years, all of those fields returned to their original owners. En wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat al het land en alles wat is verkocht de afgelopen 49 jaar, wat van eigenaar is verwisseld, zeg maar, keert terug naar de eigenaar of het geslacht waarvan het land bezit is. So if one person buys a field from another person, he isn't really buying the field. He's buying rights to work the field until the jubilee year. And of course, to gather the produce from his labors. But he's not buying the field. The field returns to its original owner in the jubilee. Dus in feite is het zo, als iemand een stuk land zou kopen of koopt, koopt hij niet echt een stuk land voor zichzelf, maar koopt hij de rechten voor zeg maar 49 jaar. En de opbrengst is natuurlijk voor hemzelf en alles wat hij daarmee doet en ook de uitgaven, maar ook zeker de opbrengst. Maar na 49 jaar zal het land terugkeren naar de eigenaar. Well, this isn't merely
the environmental responsibility, nor merely the social responsibility. This is actually redistribution of wealth. En dit is eigenlijk, dit heeft niks te maken met dus het omzien naar elkaar of je verantwoordelijkheid daarvoor. Dit heeft eigenlijk meer te maken met juist dat de welgestelden, zeg maar, dit heeft met welvaart te maken. Daarom is deze regel zo gegeven. So again, of course, this is an idea we can well appreciate that in the course of the intervening 49 years, there are obviously going to be differences in economic status, in social status. Comes the Jubilee year, and it's the great equalizer because everyone returns to his original fields. En dit idee kunnen we natuurlijk heel goed waarderen, want in 49 jaar kan er van alles gebeuren. En ook economisch vlak en allerlei andere zaken stellen dan mee. Maar in een jubeljaar wordt eigenlijk alles weer rechtgetrokken. Wordt het weer in balans gezet. Now, so far, we've read about very important humanistic values. En nu hebben we eigenlijk net even bepaald, we hebben dingen gelezen, naar geluisterd, die eigenlijk heel erg menselijk zijn en menselijke waarden ook hebben. So is Leviticus chapter 25 all about becoming humanists. En maar gaat het dan alleen maar om de menselijke kant van het verhaal? And when we continue in the chapter, we get a very clear answer to that question. Maar als we verder gaan lezen in dit hoofdstuk, dan krijgen we een heel duidelijk antwoord op deze vraag. You see, humanistic values are all well and good, but the question inevitably is, where do those values arise? Maar het is natuurlijk heel goed. Humanistische waarden zijn heel goed, maar waar leidt dat naartoe en waar zal dat naartoe opstijgen, zeg maar? If all there is humanism, there is no value. There is no gauge to appeal to value, because it's all up to us human beings. Maar het humanisme heeft eigenlijk helemaal niet zoveel belangrijke waarden in zich, want het getuigt altijd naar jezelf toe. Het is in feite egoïstisch, want het richt zich naar jezelf en altijd alleen maar naar de mensheid ook op zich. Well, obviously that's not what Leviticus chapter 25 is saying. Maar dat is dus inderdaad iets niet wat Leviticus 25 ons leert. Which becomes so dramatically clear in the continuation, when we continue with verse 18. Het wordt heel erg overduidelijk zelfs weer gelezen. En we gaan dat zo direct lezen in vers 18. Wherefore you shall do my statutes, God says, and keep my ordinances and do them, and you shall dwell in the land in safety. En daar lezen we. Zo zult gij mijn inzettingen opvolgen en mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen. Dan zult gij veilig wonen in het land. These are the laws that come from God. The source of meaning, the source of value. The absolute basis of it all. God benadrukt dus in dit vers heel erg duidelijk dat het zijn inzettingen zijn en zijn verordeningen. En dat het dus de basis is waarom alles wordt gezegd. And of course, we know, you all know very well, when we speak about everything going back to God, it's not because we're concerned with, excuse me, the ego of God, our ruler. And het is natuurlijk niet zo, en vergeef me hoe ik het zeg, het gaat natuurlijk niet als alles inderdaad toewijst naar de Heere God en dat alles ook hem toebehoort, dat weten wij, dan betreft dat niet het ego van de Heere God. Absolute truth. Absolute goodness, absolute righteousness, absolute justice. They all have their sources in the absolute God. Absolute waarheid en absolute gerechtigheid en al die andere dingen, die waarachtigheid, ligt dus daarin dat het absoluut terugverwijst naar de absolute ene die er is. When we are beholden to God, we are beholden to those absolute values. Al die absolute waarheden getuigen maar van één, zeg maar. En daar moeten wij ons ook heel goed van bewust zijn. And that of course makes all the difference. Leviticus chapter 25 is about how we are discoursing all the time with God.
En daar gaat het in feite over het hele hoofdstuk over. Hoe wij dingen doen. En hoe is dat, zeg maar, gericht ook in de relatie hebbend met de Heere God. And that becomes very clear in the following verses. In verse 19 we read, because you are doing what you are supposed to be doing. That is, you are doing God's statutes and ordinances, the land shall yield her fruit, and you shall eat until you have enough and dwell therein in safety. Vers 19 zien we dan ook weer het antwoord waarom en waartoe het zal leiden. Want als je Gods inzettingen opvolgt en zijn verordeningen ook houdt, dan lezen we, en het land zal zijn vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en daarin veilig woont. And what follows is an especially extraordinary passage, which to my mind is among the most dramatic demonstrations that these words did not come from flesh and blood. En het volgende vers, dat houdt eigenlijk in dat het is een vraag, zeg maar. En dat wil eigenlijk zeggen wat de oorsprong is van die vraag en ja, waar dat uitkomt. En dat is heel erg belangrijk om daar even naar te kijken. Because we read an obvious question in verse 20. If you shall say, we're not going to work the land, what are we going to eat? What shall we eat in the seventh year? Behold, we may not sow nor gather in our produce. De vraag die daarin wordt gesteld, vers 20, wanneer gij zegt, wat zullen wij in het zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien, nog onze oogst inhalen. And God says, no problem. Don't worry, I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth produce for the 3 years. En dat is heel opmerkelijk wat de Heere God dan als antwoord geeft, in vers 21. Dan zal ik mijn zegen in het zesde jaar over u gebieden, dat het u een opbrengst geven van 3 jaren. In other words, for the sixth year, but also for the seventh year in which you aren't harvesting and you're also not sowing. Dus het is heel opmerkelijk wat de Heere God zegt. Hij geeft dus niet alleen een dubbele opbrengst voor het zevende jaar, maar ook voor het zesde jaar, maar ook voor het zevende jaar, zeg maar, wat daarin komt. En dan het achtste jaar wat daarop volgt om te zaaien. So that's the last until the eighth year, as we read in verse 22. You shall sow the eighth year and eat of the produce, the old store, until the ninth year. Until her produce comes in, you shall eat the old store. In vers 22, in het achtste jaar zult gij zaaien, maar van de vorige oogst eten, tot het negende jaar, totdat de oogst daarvan binnenkomt, zult gij van het vorige eten. My point about how this demonstrates that this was not written by flesh and blood is, of course, pretty clear. En zoals Rabbi Chaim net al uitlegde, dit is dus niet geschreven door een mens, zeg maar, of opgeschreven wel natuurlijk, maar het is niet geïnspireerd door een mens, want hij zal dat zo direct uitleggen waaruit dat blijkt. If these words were a fraud, if a human being wrote these words and claimed to be ascribing them to God, would he dare make a promise like that? Want als dit opgeschreven zou zijn door een gewoon mens, zeg maar, en zomaar, zou hij dan inderdaad zo'n belofte kunnen op papier kunnen zetten dat dit ook de uitkomst zou kunnen zijn? And if he did dare, would he get away with it? En als hij het inderdaad al durfde om dit op papier te zetten vanuit zijn eigen hart, zeg maar, nou, zal het dan ook uitkomen? If people accepted this book and believed that it came from God and then expected that miraculous blessing in the sixth year and it didn't come, they would immediately realize it was all a fraud. Want het zou natuurlijk vals zijn en dat zou ook uitkomen. Want als iemand dit gewoon, hè, als dit wat een gewoon boek zou zijn en je zou dat zo lezen en mensen zouden dat dus inderdaad ook navolgen. En als er geen dubbele opbrengst zou zijn in dat zesde jaar, dan was overduidelijk al zichtbaar dat het allemaal bedrog is. No human being could make a promise like that. Geen enkel mens kan een belofte op papier zetten zoals deze. The only one who can make a promise like that is the only one who can keep that promise, who promises to send his blessing upon the land and can deliver it, and the land will indeed be blessed.
Maar de enige die dit inderdaad wel kan zeggen, dat is natuurlijk de ene, onze Heere God, die zijn zegen zou zenden en dan inderdaad ook een dubbele zegen en een dubbele opbrengst zou geven. Dat kan ook alleen maar de Heere God zeggen en zich daar ook aan houden, want hij kan dat alleen maar doen. And of course, inevitably, this comes immediately after what we read in verse 18. You're keeping God's statutes, God's ordinances. Want zoals hij in vers 18 ook bepaalt, je houdt mijn inzettingen. En het zijn mijn verordeningen die je nauwgezet in acht moet nemen. It's not about humanism. Het gaat niet om de mensheid en het humanisme. These may indeed be humanistic values, but they become values because their origin is in God. En het zijn belangrijke menselijke waarden inderdaad. Maar deze menselijke waarden die hier in dit hoofdstuk worden genoemd, die vullen wel hun bron in de Heere God. And it's in that vein that we can well appreciate the message in verse 23. The land shall not be sold in perpetuity, that is, to avoid its reverting to its original owner in the Jubilee year. Why not? For the land, says God, is mine. You are strangers and sojourners with me. In vers 23 wordt het nogmaals bepaald ook wat de Heere God dan zegt. En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. That is the realization that in the end, it's all God's. Dus hierin realiseert een ieder zich weer, alles behoort God toe. Zeker dus ook het land. Which again we'll stress, certainly doesn't mean that there is a supreme tyrant, a dictator, who is demanding that everything belongs to him. Maar het is natuurlijk niet zo dat de Heere God dit onder zo'n, met zo'n reden zo zegt dat de Heere God een dictator zou zijn. En dat hij het zo bedoelt, zeg maar, heel streng. On the contrary. If anyone thinks that the land is an end in itself. If anyone thinks that one's material possessions are there because they're mine, because that's the end, that's the goal, he's wrong. Maar het is wat de Heere God ons daar wil leren, dat de opbrengst van het land en het land op zich niet op zichzelf staat. En dat enig bezit wat jij of iemand in bezit heeft, niet ten gunste alleen van zichzelf is. Dat is het dus niet. Daarom heeft de Heere God dit zo ook op laten schrijven. Everything material is simply means to the spirit. Want al het materiële wat er is, dat getuigt toch ook van de geest. Everything belongs to God. Want alles behoort God toe. And that's why, again, remembering that at the beginning of chapter 25... we also read in verse 6 about the sojourner who sojourns with you. That is, we read about how everyone is equal in eating of the produce of the land. God says here, it doesn't belong to anyone more than anyone else. You are all strangers and sojourners with me. Ook even terugkijkend naar vers 6, dat de Sabbatsopbrengst inderdaad voedsel is voor iedereen. Dus er is een sociale, is daar helemaal geen rangorde. Iedereen is gelijk voor de Heere God. En dat benadrukt hij dan weer in het vers 23, want iedereen is vreemdeling en bijwoner. And I think it's in that vein that we can well appreciate the message in verse 24. And in all the land of your possession, you shall grant a redemption for the land. En in vers 24 lezen we dan ook iets wat we ontzettend kunnen waarderen. In het hele land dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan. What's the redemption for the land? Wat is de lossing, verlossing voor het land? So of course, on the most specific plane, we can well appreciate. It's a redemption in the sense that the land returns to its original owner. Want de lossing dat houdt in principe in dat op een gegeven moment dus alles weer terugkeert naar de rechthebbende eigenaar. So in that sense, whatever was sold is redeemed to return to its original owner. Dus alles wordt gelost op naar de echte eigenaar. But on a deeper level.
Maar wat is het dieper betekenis hiervan? It's a redemption, because everything returns to the one original owner. En de diepere betekenis is hiervan in dat iedereen gelost wordt, zeg maar. Er is altijd een lossing van alle dingen, van alle mensen, ook naar zijn rechtshebbende eigenaar. En dat is de Heere God. Because even the one who thinks he's the original owner, to whom the land returns in the Jubilee year, is still just a stranger and a sojourner with God. Want diegene die dus inderdaad het land bezit voor zo lange tijd, tot het jubeljaar zeg maar, weet heel goed dat hij of zij ook een vreemdeling, een bijwoner is, omdat de Heere God daarvan getuigt. En eigenlijk behoort hij of zij dan ook de Heere God toe. And maybe on a deeper level, over the course of those 49 years, the land may have been subjugated to all sorts of ideas, values, causes. Maar dat land is misschien in de afgelopen 49 jaar ook gebruikt voor allerlei ideeën en opdrachten en er heeft van alles opgestaan waarschijnlijk. Not just owners, but all sorts of layers and layers and layers that cover up what's really at the root of it all. Dus er kan van alles opgeplaatst zijn en zeg maar allerlei lagen, maar de basis op een gegeven moment, het keert allemaal weer terug naar de echte eigenaar. Comes the Jubilee year redemption. You cast away all of those layers and get back to the core, the source, to God. Dus ook in die 49 jaar, alles wat er is opgestapeld en gekomen, zeg maar, al die lagen, het wordt er allemaal weer van afgegeven. En na 49 jaar keert alles weer terug. En ja, ook kun je dat dan zeggen, alles gaat weer terug naar de bron. En ook weer naar de eigenaar daarvan. And it's in that vein that we can very well appreciate the message that we get later on in the chapter, in verse 38. En we lezen nog een uitkomst van dit alles, en dat lezen we in vers 38, waar het naartoe zal leiden. I am God your Lord, who brought you forth out of the land of Egypt to give you the land of Canaan, to give you the land of Israel, to be your God. En hieraan herinnert God zich wie hij is en waar het naartoe leidt. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte heb geleid om u het land Canaan te geven, opdat ik u tot een God zou zijn. Now of course, one very obvious point that we should stress here, that emerges from what we just read. En ik wil nog één ding opmerken naar wat we hebben gelezen zo net. Anyone who thinks that the nation of Israel has ownership over the land of Israel, I must say, is really mistaken. Dus eigenlijk kun je dan ook zeggen dat de staat Israël, die is nu gevestigd natuurlijk in het land. En als je dan denkt inderdaad dat Israël dus het land bezit, dan is dat dus niet zo. Dat is eigenlijk een foute gedachte. It belongs to God. Want Israël, het land Israël, dat behoort ook toe aan de Heere God. But God gave it to the nation of Israel. God told us to be here. Maar God gaf het aan de natie Israël, omdat God zegt van, jullie moeten er zijn. So of course, anyone who opposes the nation of Israel being in the land of Israel, isn't getting into a fight with Israel. Dus eigenlijk is het zo van, iedereen die dus echt het land in bezit zou willen nemen van de natie Israël, die komt niet echt in gevecht met Israël. Israël is completely irrelevant to his fight. He's fighting with God. En Israël is in feite niet zo relevant, maar zijn gevecht zal zijn met de Heere God. But now let's consider what we're really learning from Leviticus chapter 25 with respect to all the values that we've discussed. En laten we nog even terugkijken wat we nu echt hebben kunnen leren van hoofdstuk 25, ook in gedachten houden wat we net hebben besproken. First, let's return to that theme, recurring over and over again. This is not merely some special day, this is not merely some special year, even a special half century. It is a Sabbath. It's all about Sabbath. Dus
Het gaat dus over een jaar, wat dan steeds weer genoemd wordt. Maar de essentie ligt er eigenlijk in. Het gaat om, de eigenlijk betekenis ligt ervan, het gaat om de Shabbat. Why is it called Sabbath? What makes it into a Sabbath? Want wat maakt het eigenlijk dat dat jaar een Shabbatjaar wordt genoemd? Well, what's the Sabbath for? En waar is de Shabbat voor? You know, many of you have been our guests for Shabbat dinner, and I think we've discussed this on other occasions here as well. En er zijn velen inderdaad die zijn ooit op Erev Shabbat bij Rabbi Chaim thuis geweest en hebben daar de Shabbatsmaaltijd met hem en met het gezin gevierd. En er zijn ook gelegenheden geweest in de afgelopen tijden, is dit onderwerp wel vaker besproken. When we usher in the holiness of Shabbat, in obedience to Exodus chapter 20, to remember the Sabbath day, to make it holy. En want in Exodus 20 wordt ook besproken inderdaad, als we de heiligheid van de Shabbat binnengaan, wat dat echt betekent voor onszelf ook. We usher in that holiness first in the Kiddush by reciting the verses of Genesis chapter 2, 1, 2 and 3. En dat blijkt uit de kiddush, als de wijn wordt geheiligd, zeg maar, dan wordt ook gelezen Genesis 1, 2 en 3. That all the work of the heavens and the earth was complete. Dat alles werd gecompleet, hè? Alles was klaar, was af, zeg maar, door de Heere God. And of course then, that God blessed and sanctified the Sabbath day. En dat toen God klaar was, hij de zevende dag heiligde en apart zette. But the critical message, and the reason that we recite these verses standing up. En dat is ook heel belangrijk, dat deze versen staande worden gelezen. Because we bear testimony standing up, and we bear testimony God created the heavens and the earth. Want als wij staande deze versen lezen, dat God de aarde en de hemel heeft gemaakt. Everything has a source, and there's only one source. Everything has its source in God. En dan getuigen wij, doordat wij deze versen staande zeggen, dat er één bron is, en die bron is de Heere God. And isn't that essentially the message here also in the sabbatical year? En is dat niet de essentie die ook naar voren wordt gebracht in het sabbatsjaar? Why is it so crucial for us to have the Sabbath to remind us that God created the heavens and the earth? Waarom is het voor ons zo cruciaal dat we elke Shabbat onszelf ook eraan herinneren dat God de aarde en de hemel heeft gemaakt? Because otherwise we tend to get caught up in the rat race. We get all concerned with what we can possess, with how we can conquer the world, how we can take it all to ourselves. Als wij dit niet zouden doen, dan gaan we helemaal, dan verliezen wij, zeg maar, de waarde van alles. Dan gaan we op in de wereld en dan kijken we naar het materiaal en dan denken we van alles is van ons. Maar doordat we dit steeds elke week herhalen, beseffen we heel goed van wie alles nu eigenlijk is en van wie het toebehoort. On the Sabbath, we stop creating and start reflecting. Want op de Shabbat, dan stoppen we dus met maken, maar dan starten we met reflecteren. And we dedicate everything that we're doing to the ultimate goal. En we dragen alles op wat we doen tot het, naar het uiteindelijke doel. That's why the Sabbath is like a foretaste of the world to come. En dat maakt ook dat de Shabbat een tast mag zijn, zeg maar, een voorteken mag zijn van de wereld die straks gaat komen. Because it's coming home to God. Wat het doel is, het thuiskomen bij de Heere God. Same thing with the sabbatical year. En het is hetzelfde met het Shabbatjaar. We might think that the possessions that we are amassing those 6 years, they're ours and we can do with them whatever we want. Want het is zo, die 6 jaren inderdaad, kunnen wij alles doen met het land wat wij in gedachten hebben. And again, the message of the sabbatical and jubilee years. Want de boodschap die ligt in het Shabbat en in het jubeljaar. Again, returning to verse 23. The land is mine. You are strangers and sojourners with me. Wordt weergegeven in vers 23.
Het land is van mij. Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. Now, obviously, to that extent, ultimately, the sabbatical year is an extension of the same lesson of the Sabbath, as we would well expect, because, you know, in Hebrew, sabbatical year is exactly the same word as Sabbath. Dus het is heel opmerkelijk. Dus Shabbatjaar, zeg maar, herinnert dus ons naar de Shabbat toe, zeg maar. En ook in het Hebreeuws is daar geen onderscheid in. Het zevende jaar duidt ook gewoon op de Shabbat. Evidently, we need to ask ourselves why this additional level, the Sabbath year, and in particular, the Sabbath year of the land, because it applies to the land. Maar we moeten dan wel toch ons realiseren dat het een Shabbat voor het land is. En wat dat precies inhoudt voor het land zelf en voor God. If I can share with you an observation that is very obvious in English, but I think it carries over to other languages as well and many other cultures. En het principe wat we nu gaan lezen, en dat wordt ook uitgelegd, waarschijnlijk in het Hebreeuws komt dat heel erg duidelijk naar voren, maar waarschijnlijk in onze vertaling ook. In English, when we talk about our property, we have various words for our possessions. We hebben verschillende namen, woorden, zeg maar, voor onze eigendommen. But when we talk about our home, we talk about our real estate. Ja, en als we het dan hebben over inderdaad ons huis, het is ook een woord die wij niet echt erg vertalen, maar dan is het real estate, zo wordt het bij ons ook wel gezegd, hè? Het, als bezit zijnde. That is, implies that everything else that we own is less real. Well, less real estate than one's real estate, one's home. En dat is dus dat is woord wat eigenlijk real estate, dat kennen wij dus ook als term. Dat wordt echt alleen maar niet voor het bezit gebruikt, maar alleen maar voor een huis, voor het thuis. So in some sense the Sabbath day suffices for the rest of our possessions, but for our real estate, our home, our land, our field, where we live, that needs a special Sabbath, Sabbath year. En zo wordt dat eigenlijk dus ook een beetje bedoeld met de Shabbat. Alles wat we bezitten, alles wat het land, maar ook het thuis, eigenlijk is het pas een echt bezit van ons als het in de Shabbat kan komen. Als wij het ook als Shabbat zien en daar ook naar handelen ter ere van de Heere God. Except that there's an additional dimension that we need to bear in mind here. Maar er is nog wel iets wat we in gedachten moeten houden. And when I say here, I mean here in Leviticus chapter 25 and also, well, here in the land of Israel. Dan bedoel ik niet alleen het hoofdstuk 25 mee, maar ook hier, het land Israël, in het land Israël. Just recall, in verse 2, it was when you come into the land that I give you. En daar staat in vers 2, wanneer u komt in het land dat ik u geef. That is, this applies in particular, not in any land, in the land. En dat houdt toch wel in dat het niet één of ander gewoon land is, maar dit geeft echt aan het land, dat is het land, het gebied Israël. Which is, of course, again what God is emphasizing in verse 38, to give you the land of Canaan, the land of Israel, to be your God. Want daar wordt het ook genoemd inderdaad, in vers 38 zien we dat staan. Even snel opzoeken. Omdat God zegt ook van ik heb u geleid om u het land Canaan te geven. Dus daarmee wordt toch even heel specifiek wel het grondgebied, het gebied van Israël, Canaan, wordt daarmee weergegeven door de Heere God, dat gebied. Why specifically this land as opposed to every other land? En waarom dan specifiek dit land vergeleken met ieder ander land? And I'd like to propose maybe three levels of answering this question. I think they're all true. En ik wil graag drie antwoorden geven naar aanleiding van drie verschillende niveaus. En volgens mij zijn ze ook alle drie wel waar. First, when you come into this special land, the Holy Land, and you acquire a parcel of land in this Holy Land, you might think, well, this really is mine. It's not.
En de eerste gedachte is eigenlijk van als de Heere God ons zegt van als je aankomt in het land, in het heilige land, Israël zeg maar, dan zouden bij je in je op kunnen komen of in het volk van hé, dit is mijn land. Maar dat is natuurlijk dus overduidelijk niet zo. So maybe we need a special sabbatical year in order to remind us that here, especially, you might think the land is yours and it's not. Dus vooral in Israël is het belangrijk om het Shabbatjaar te houden, opdat iedereen eraan herinnerd wordt dat het niet zijn land is, het land niet, maar het is Gods land. En dat is heel erg belangrijk. Second answer, remember, here, it's God's land. We are in the palace of the king. En het tweede antwoord is om ons te herinneren dat we in zijn land zijn. En in feite zijn we dus in het paleis van de koning. So, you know, in some sense, if you get it wrong anywhere else in the world, that's bad. But if you get it wrong here, it's worse. Dus als je die gedachte al niet hebt, hè, van het is, je komt binnen in het koninkrijk of in het paleis van de Heer. Als je dat ergens anders zou hebben op deze aarde, zou dat erg zijn. Maar als je die gedachte in je laat opkomen in het land Israël, is dat vele malen erger. When you live in the palace of the king, you are held to a higher standard of behavior. Want als je leeft in het paleis van de koning, dan wordt er wel verwacht dat je tot een hogere moraal en een hogere standaard van leven laat zien. And third answer, which is kind of a continuation of this, is why are you in the palace of the king in the first place? En het derde is eigenlijk, dan de antwoord is eigenlijk een vervolg op de andere twee. En die begint dan met de vraag, waarom ben je eigenlijk in het paleis van de koning? You have a charge, God says, as we read in Isaiah, you are my witnesses. En dat komt ook omdat ze een opdracht hadden, want daar doet de profeet Jesaja op, jullie zijn mijn getuigen, zegt God. You need to broadcast this message of God to the entire world. Jij bent geroepen om de boodschap van de Heere God door te geven aan de hele wereld. You better learn this message well if you're expected to broadcast it to the rest of the world. Dus jij moet deze les wel heel erg goed snappen en ook doen, want jij moet de boodschap overbrengen aan de rest van de wereld. So the sabbatical year is an educational course. Dus het sabbatsjaar is eigenlijk ook een leerproces voor ons. Because ultimately that lesson has to reach the entire world, but it has to start here. Omdat juist inderdaad alles, het woord zeg maar over de hele aarde zal worden doorgegeven, maar dan moet het wel starten in Israël zelf. Now when we consider the sabbatical year as an educational course, it's especially interesting to consider the educational course on the sabbatical year that we read in the Torah, in the five books of Moses. En dan gaat het er eigenlijk over, dus wij hebben dus een leerproces, we zijn op studie, en over wat dan eigenlijk het sabbatsjaar inhoudt. En daar zijn vele keren wat er in de Torah ook over gesproken, dat wij ons goed moeten inpretten, en want het is voor ons een goed leerproces. Because while the most detailed discussion of the sabbatical year is indeed in Leviticus chapter 25, we read about this year in one sense or another in three other places. Want dit is in hoofdstuk 25 van Leviticus wordt het sabbatsjaar het uitgebreidst besproken, maar we lezen er nog over drie andere plekken in de Torah. The sabbatical year is first introduced very briefly in Exodus chapter 23. En heel kort wordt het Shabbatjaar al genoemd in Exodus hoofdstuk 23. In verse 10 we read that 6 years you sow your land and gather the produce thereof, as we read of course in Leviticus chapter 25 as well. En dan lezen we, dat is Exodus 23 vers 10, 6 jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen. En verse 11, but the seventh year you shall let it rest and lie fallow, that the poor of your people may eat. En dan lezen we vers 11. Maar in het zevende jaar, in het zevende zult gij het braak laten liggen en het met rust laten, opdat de armen van uw volk eten.
you notice the difference in this first instance. In Exodus chapter 23, it is so the poor of your people may eat. En daar zien we een beetje een verschil in, of tenminste hoe het wordt verwoord. Hier wordt dus heel duidelijk gezegd dat de arme mensen van de opbrengst van het land dan zullen eten. In Leviticus chapter 25, it is you're all in the same boat. En in Leviticus 25 wordt eigenlijk benadrukt dat jullie allemaal in dezelfde boot zitten. So it's for you, and your servant, and your maidservant, and the hired servant, and the sojourner, everyone. Dat lezen we in Leviticus 25 vers 6. Het is voor u, voor uw slaaf, voor uw slavin, uw daglomer en uw bijwoner, voor iedereen. As if in Exodus chapter 23, the message is rudimentary. That is, you need to worry about the poor. But when you really integrate what this is coming to teach you, by the time you get to Leviticus chapter 25, you understand it's not about you versus the poor. You're all the same thing. Remember, you are all strangers and sojourners with me. Dus in Exodus wordt heel erg benadrukt van de armen. En dan lijkt het net of je dan helemaal alleen maar verantwoordelijk bent voor de armen. Maar Leviticus 25 laat heel duidelijk zien dat je voor iedereen verantwoordelijk bent. En dat het sociale aspect heel erg groot is. En waarom? Juist omdat je zelf gewoon vreemdeling en bijwoner bent. So after having learned this lesson from Leviticus chapter 25, we are prepared to consider the third place where we read about the sabbatical year, an additional lesson in Deuteronomy chapter 15. En we lezen even Deuteronomium 15, gaan we naar kijken. En dan leren we nog iets anders wat te maken heeft met het Shabbatsjaar. In verse 1 we read, at the end of every 7 years you shall make a release. Dan lezen we Deuteronomium 15 vers 1. Na verloop van 7 jaar zult gij een kwijtschelding doen, plaats hebben. What is this release? We read in verse 2, every creditor shall release that which he has lent unto his neighbor. He shall not exact it of his neighbor and his brother, because God's release has been proclaimed. Dat is opmerkelijk. En dan het antwoord lezen we dan in vers 2. En dit is de wijze van kwijtschelding. Iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende kwijtschelden. Hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, opdat men een kwijtschelding voor de Heere heeft afgekondigd. This is an additional dimension. It's not about the land. It's about forgiving debts. En dit gaat dus eigenlijk helemaal niet om het land, maar dit gaat gewoon om kwijtschelding van goederen en van leningen. Outstanding debts are forgiven at the beginning of the year following the sabbatical year, at the end of the sabbatical year. Op het einde van een Shabbatjaar inderdaad zijn er dus schulden, als die nog open staan, moeten die vergeven worden. Now you'll notice this is an extension beyond what we read in Leviticus chapter 25, because Leviticus chapter 25, as we noted, pertains to the land. This pertains to everyone, everywhere. En dit is dus een extra toevoeging voor het Sabbatsjaar, want Leviticus 25 gaat alleen maar over het land, zeg maar. Maar ook dit was een aspect wat in het Sabbatsjaar naar voren werd gebracht. En dat is dus inderdaad het kwijtschelden van de schulden die nog openstaan. En dat geldt niet alleen hier in het land, maar dat geldt overal. Well, again, you need to learn the lesson starting with the land, but ultimately it needs to completely envelop you. Maar het staat dus inderdaad dat je, als je dat allemaal opvolgt en begint bij het land, dat je dat dus inderdaad naar Gods verordeningen zo ook doet en is Shabbat ja, daarin goud. Maar je ontwikkelt jezelf daarin dat het ook op andere vlakken gaat gelden en dat is hier in Deuteronomium 15 een voorbeeld van. Dus je ontwikkelt jezelf erin in het kwijtschelden. And what happens when it completely envelops you? En wat gebeurt het als jij je daar helemaal in goed kunt ontwikkelen? We get to the last place where we read about the sabbatical year in Deuteronomy chapter 31. En de derde plaats waar het wordt genoemd, dat is Deuteronomium hoofdstuk 31. One of the last commandments in the Torah. In verse 10, at the end of every 7 years, in the set time of the year of release, again, we know what the year of release is, the sabbatical year, in the Feast of Tabernacles. Kijken naar
Deuteronomium 31, vers 10. En Mozes gebood hen na verloop van 7 jaar op de bepaalde tijd van het jaar der kwijtschelding, namelijk het Loofhuttenfeest. What happens then? When all of Israel is gathered together on the Feast of Tabernacles, you shall read this Torah before all Israel in their hearing. En wat gebeurt er dan als iedereen is opgetrokken om het feest van het Loofhuttenfeest te vieren? Wat gebeurt er dan wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht voor de Heere te verschijnen op de plaats die hij verkiezen zal? Zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen? Dat is vers 11. And what happens is a kind of recreation in miniature of God's revelation of the Torah at Sinai. En wat gebeurt er dan in feite als er dan dit allemaal wordt opgevolgd? Dan gebeurt er eigenlijk een nieuwe creatie, zeg maar in het mini, net zoals het wat gebeurt heeft plaatsgevonden op de berg van Sinai. Why? Because as we read in verse 12, that they may hear and that they may learn and fear God your Lord and observe to do all the words of this Torah, this teaching. Dus eigenlijk kun je zeggen dat bij de berg Sinai was er een oproep voor het hele volk en iedereen was daar ook getuige van toen God zijn instructies gaf. En dit is eigenlijk wat er in Deuteronomium plaatsvindt op het einde van bij het Loofhuttenfeest, heb je een herhaling eigenlijk, alleen dan in het land zelf, dat ook weer de hele wet, de hele Torah, Gods onderwijzing wordt voorgelezen. In verse 13, and that their children who have not known may hear and learn to fear God your Lord. En waartoe leidt dat dan? Opdat zij horen naar de Heer en dat ze de Heere God ook vrezen. En in vers 13 lezen we dan, en opdat hun kinderen die er niet van weten het horen en de Heere uw God leren vrezen al de tijd dat gij leeft in het land. That is, once you have learned the lesson of the sabbatical year. En dat is als je eens inderdaad hebt geleerd de lessen van het Sabbatjaar. You shed the materialism, the acquisitiveness, the desire more, more, more. You're ready to return to God, to receive the Torah, to receive God's word anew. Dus als je Gods lessen helemaal hebt begrepen en daarin jezelf hebt ontwikkeld, dat je niet de houding hebt, zeg maar, van meer, meer, meer en dat je rijker wil worden, dan leer je eigenlijk echt teruggaan naar de Heere God. So, of course, once we recognize that this is the message, obviously it's not something that only applies in the land. It applies everywhere, doesn't it? Dus als je dit goed begrijpt, zeg maar, dan betrekt het dus niet alleen maar het land. Maar dan heeft het een zoveel grotere betekenis en heeft het een zoveel grotere gevolg ook voor heel veel mensen. En ook de situaties om je heen. After all, it's not only the land that belongs to God, everything belongs to God. Want het betreft niet alleen het land. Het land behoort God toe, maar alle andere dingen ook. We read in Exodus chapter 19, verse 5, all the earth is mine. Want in Exodus hoofdstuk 19 lezen wij, de hele aarde behoort mij toe. And likewise in Psalm 24, the earth is God's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein, everything is God's. En ook in Psalm 24 wordt dat herhaald, de aarde is van God, alles wat erop is, maar alles wat er om te vinden is, behoort naar de Heere God toe, behoudt hem. And indeed, we'll note that that dominant theme, you are strangers and sojourners with me, isn't something that only applies in a particular set of circumstances. En ook het thema, je bent vreemdeling en bijwoner, dat je dat bent, wordt ook vaak herhaald. En dat betreft ook eigenlijk meerdere facetten. Abraham, in Genesis chapter 23, verse 4, says to the Hittites, I am a stranger and sojourner with you. Abraham noemt dat bijvoorbeeld ook in Genesis, als hij met de Hittiten spreekt. Ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij jullie. And King David, in Psalm 39, verse 13, speaking to God, says, I am a stranger with you, a sojourner as all my fathers were.
En koning David herhaalt dat zelfs in Psalm 39. En dan zegt hij het tot de Heere God. Ik ben een bijwoner en vreemdeling bij u. En dat waren ook mijn voorouders. So of course, these are universal messages that we need to integrate. Dus dit zijn eigenlijk universele lessen die wij ons tot ons moeten nemen. But they still are in particular of significance when we are in the land. Maar wij moeten dat dus in het leren. Maar het is ook zo dat sommige dingen alleen maar gelden als wij in het land zijn. And this has crucial implications that we need to appreciate. En dat bevat cruciale waarheden die we ons ook echt moeten toe-eigenen, maar ook moeten waarderen. The land of God is the greatest gift. Het land van God, dat is de grootste, het is de grootste geschenk. And it also becomes the stage for the greatest punishment when we aren't worthy of it. En dat gaf ons ook de grootste straf al toen wij niet bleken waardig te zijn. When we fail to be worthy of it, we read in Leviticus chapter 26 in verse 32, I will bring the land into desolation. En dat lezen we ook als wij niet waardig zouden zijn. Dat lezen we in Leviticus 26 vers 32. Ikzelf zal het land verwoesten zodat uw vijanden die daarin wonen zich daarover zullen ontzetten. Likewise in verse 33. Your land will be a desolation. En dat wordt ook gezegd in vers 33. Uw land zal worden tot een woestenij en een puinhoop. And in particular, we read in verse 34 something extraordinary that relates back directly to Leviticus chapter 25. En dan lezen we in vers 34 iets wat direct ook teruggaat en terug verklaard wordt in Leviticus 26, wat het gevolg is. Then shall the land be paid her Sabbaths, as long as it lies desolate and you are in your enemy's land, even then shall the land rest and repay her Sabbaths. Dan zal het land zijn Sabbatjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij het in het land uw vijanden zijt, dan zal het land rusten en zijn sabbatjaren vergoeden. Likewise in the following verse, as long as it lies desolate, it shall have rest, even the rest which it had not in your sabbaths, when you dwelt upon it. En vers 35, al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatjaren, toen gij daarin woonde. And again in verse 43, the land shall lie forsaken without them and shall be paid her Sabbaths. En ook vers 43, maar het land zal door hen verlaten worden en het zal zijn Sabbatjaren vergoed krijgen. If you would have learned the message, the lesson, if the land would have had her Sabbaths, you wouldn't be in this state of desolation in the first place. Dus als je goed geluisterd had en als je de lessen van de Heere God goed nagevolgd had, dan zou je dus inderdaad niet uitgeworpen zijn, want dan zou het land ook niet woest hoeven worden gelaten, omdat je, nou ja, je was gehoorzaam geweest naar de Heere God. So you need to learn the lesson and get the message the hard way. Dus als je niet luistert, dan, dan zal er een straf op je volgen en dan leer je het op een andere wijze en op de harde wijze. But of course it's important for us always to remember, God's lessons aren't intended to be vindictive. They are intended to rehabilitate us, to bring us back. En we moeten ons wel goed bedenken, ook al leren we dan de lessen soms op de harde manier, het is natuurlijk wel tot doel dat niet alleen de straf, maar het doel is van die straf dan wel om ons terug te brengen. So we read in verse 42, then will I remember my covenant with Jacob. And also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember. And I will remember the land. It's always going to be about the land as well. Dan lezen we in vers 42, dan zal ik ook mijn verbond met Jacob herinneren, mijn verbond met Isaac en mijn verbond met Abraham zal ik herinneren. En ik zal ook het land herinneren. The land
is the place of desolation, but the land is also the focal point of God's promise. I remember the land. Dus het land zal dus inderdaad verlaten worden, maar God zal zijn altijd terugdenken. Hij zal het land altijd gedenken. And therefore, the promise in verse 44, for all that when they are in the land of their enemies, I will not reject them, neither will I abhor them to destroy them utterly and to break my covenant with them, for I am God their Lord. Vers 44, maar ook zelfs wanneer zij in het land hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken, want ik ben de Heere hun God. Once you learn the message, whose land it is, you're guaranteed to come back. En als je de les leert van wie het land is, dan garandeer ik je ook dat je terugkeert. And that really brings us to considering maybe a broader issue, but an issue that is inseparable from the Sabbath of the land. En dat brengt ons bij een onderwerp wat bijna gelijk is, zeg maar, bij de Sabbat van het land. Remember that we saw in Leviticus chapter 25, in verse 23, the emphasis, the land is mine, says God. Leviticus 25, vers 23, heeft de Heer God heel duidelijk laten opschrijven dat het land van hem is en hem ook toebehoort. It is an interesting observation that in the Bible, on a number of instances, God refers to, in the Hebrew, Aretzi, my land. Dus het is heel erg, vaak komt dat terug ook in de hele Bijbel, zeg maar, dat er wordt gesproken van Aretzi, en dat wil zeggen, mijn land. Well, how many different places in the world does God describe as Aretzi? My land. En hoeveel delen van de wereld wordt, waarvan zal God dan zeggen, Aretzi, het is mijn land? I think you all know the answer. There's only one place in the world that's called Aretzi, my land, by God. En jullie zullen waarschijnlijk allemaal het antwoord wel weten, maar er is maar één plaats op deze wereld waarin God dat altijd zegt, Aretzi, en dat is Israël. I'd like to consider in brief those instances in which God emphasizes this land is his. En ik wil toch even kort met jullie daarop ingaan, waarin God heel erg vaak benadrukt, en hoe God dat ook benadrukt, dat dit zijn land is. See, God doesn't emphasize this point all the time. He just does it when someone, someplace, was trying to forget that this land is God's. Want God brengt het niet altijd naar voren, maar soms wel. En wanneer doet hij dat? Wanneer iemand of mensen misschien in een situatie waren of een staat, dat ze het zouden vergeten of vergeten hebben. First place I'd like to consider is in Jeremiah verse 2. This isn't the first place in the prophets that I would see my land appears, but I have a reason for starting here. En we gaan eerst even kijken naar Jeremia hoofdstuk 2. Het is niet de eerste plaats waarin het genoemd wordt door een van de profeten. Maar ik heb ervoor gekozen om hier mee te beginnen. In verse 7, God says, I brought you into the land of fruitful fields to eat the fruit thereof and the good thereof. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Dan lezen we Jeremia 2 vers 7. Ik bracht u toch in een vruchtbaar land om de vrucht en het goede daarvan te eten. Doch toen gij daar waart gekomen, hebt gij mijn land verontreinigd en mijn erfdeel tot een gruwel gemaakt. And in very similar terms, in Jeremiah chapter 16 verse 18. And first I will recompense their iniquity and their sin double. Because they have profaned my land. They have filled my heritage with the carcasses of their detestable things and their abominations. Jeremia 16, vers 18, precies hetzelfde.
Daarom zal ik eerst hun ongerechtigheid van hun zonde dubbel vergelden, opdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden waarmee zij mijn erfdeel hebben vervuld. These are very embarrassing verses to be sharing. En dit zijn eigenlijk hele, ja, hele beschamende versen om te delen. Because of course, these are verses of rebuke of Israel. Maar dit zijn natuurlijk versen die laten zien dat God op een bepaalde tijd Israël heeft gestraft. Indeed, sometimes Israel has to be remembered, has to be reminded the land is God's. Inderdaad, Israël moet er soms aan herinnerd worden dat het land God toebehoort. As we noted, the land doesn't belong to us. En we weten dat het land niet van ons is. And we should stress, we aren't returning to the land today. Thank you very much. Not because of the San Remo conference. En wij zijn gelukkig helemaal, wij zijn teruggekeerd naar het land en niet dankzij het congres op San Remo. Nor because of the League of Nations mandate. En ook niet op het mandaat dat de volkeren toen hebben gezegd, inderdaad. Nor because of the United Nations ratification of that mandate to establish a homeland for the nation of Israel in its land. En ook niet toen, wij zijn hier ook niet teruggekeerd, zeg maar, naar aanleiding van het mandaat wat de Verenigde Naties toen hebben gezegd en beschreven om de staat Israël op te richten. All of those are very nice, but that's not the reason that we're here. En dat zijn allemaal hartstikke mooie gebeurtenissen die zijn geweest, maar dat is niet de reden waarom wij hier zijn. Because when we stand upon a platform that was built by human beings, we're standing on a very, very flimsy platform. Want als wij hier zouden zijn op het platform door bepaalde organisaties of gebeurtenissen of overeenkomsten in het verleden, dan zou dat een flinterdunne iets zijn waar we op staan. We are in the nation of Israel, in the land of Israel, because God said so. Period. Wij zijn hier omdat God het heeft gezegd. En we zijn hier voor goed. And when we forget that, when we forget God says, my land, when we defile, when we profane God's land, we lose it. Maar wij moeten er wel op bedacht zijn dat wij die les moeten leren. Het is Gods land en zijn regels gelden hier, zeg maar. Wij moeten heel erg leren van de lessen, de Shabbat-jaren. Okay, and right, exactly. The Shabbat year, the Sabbath year, that becomes precisely the lesson and the punishment when we forget the lesson that this is God's land. Want daarom staat het ook zo opgeschreven. Want als wij de lessen van het Shabbatjaar niet leren, dan zullen we worden gestraft. En dan zullen wij niet voor eeuwig hier wonen, maar dan kan God ons weer uit het land zetten. Three times in Jeremiah, we read the prophet's prophecy of the duration of the exile, the Babylonian exile. Drie keer wordt de profeet Jeremia genoemd dat als er niet wordt geluisterd, en hij waarschuwt daarvoor, dat er een ballingschap zal gaan komen. In Jeremiah chapter 25, verse 11, this whole land shall be a desolation and a waste, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. En dan lezen we in hoofdstuk 25, vers 11 van Jeremia. Dan zal dat gehele land tot een oor van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volkeren nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaren. In vers 12, and it shall come to pass when 70 years are accomplished, that I will visit upon the king of Babylon and that nation. And I will make it a perpetual desolation. Vers 12, maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, luid het woord des Heeren, hun ongerechtigheden bezoeken. Ook aan het land der Chaldeeën. Why 70 years? Waarom 70 jaar? Tantalizingly, Jeremiah never tells us.
Maar Jeremia noemt dat niet. Niet de reden waarom het 70 jaar is. At least, he never tells us in the book of Jeremiah. Hij laat het misschien weten, maar niet in het boek van Jeremia. In the second book of Chronicles, at the very end of Chronicles, in chapter 36, in verse 21, we read about the exile. En we lezen daarvan in 2 Kronieken op het einde. Daar wordt wel gezegd wat de reden daarvan is. And that exile was to fulfill the word of God by the mouth of Jeremiah until the land had been paid her Sabbaths. For as long as she lay desolate, she rested to fulfill 70 years. The 70 years are because of the 70 years of the Sabbath, the 70 sabbatical and jubilee years that were violated. En daarin wordt dus beschreven in vers 21 dat Jeremia dat ook heeft genoemd inderdaad, door Jeremia is aangekondigd, omdat het land ook de Sabbatjaren vergoed zou krijgen, die God had ingesteld en die Israël niet heeft gehouden. En dat daarom die 70 jaar. Now of course it is once again important for us to remember, it's not simply about punishment, it's also about rehabilitation, learning the lessons and being restored. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om een straf en een ballingschap. Het gaat natuurlijk ook om de lessen die wij moeten leren. En dat wij daardoor opgebouwd worden later. En dat er herstel ook mogelijk is. Dus het heeft altijd een ander doel ook. Houdt dat alleen in. Niet alleen straf. The third place that Jeremiah speaks of the 70 years of exile is in Jeremiah chapter 29 in verse 10. En we gaan nog even kijken naar Jeremia 29 vers 10. Maar daar staat op de derde keer beschreven waarom Israël in ballingschap zal gaan. For thus says God, after 70 years are accomplished for Babylon, I will remember you and establish my good word toward you in causing you to return to this place. Vers 10, want zo zegt de Heer, nee, als voor Babel 70 jaar voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. For I know the thoughts that I think toward you, says God, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Vers 11, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Verse 14, and I will be found of you, says God, and I will return your captivity and gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says God, and I will bring you back unto the place whence I caused you to be exiled. Vers 14. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarin ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. It almost sounds, not incidentally, like the jubilee year, when everyone returns home. Het klinkt eigenlijk bijna net zoals het jubeljaar, omdat iedereen terug zou keren naar huis. You know, until our time, we only saw these words of the prophet Jeremiah in the text, in the letters of the Bible. En wij zien deze dit alles dus heel duidelijk in de tekst, in de letters, in het opschrift, het geschrift van de Bijbel terug. We still see them there, but we also see them all around us, here in the land of Israel. Ja, we kunnen dus van lezen inderdaad in de Bijbel, het staat opgeschreven, God heeft het beloofd. En heden te dagen kunnen wij ons verbazen, want wij zijn in het land Israël. We kunnen om ons heen kijken dat God deze woorden uit heeft doen komen. The words of the prophets are a more faithful record, a much more faithful record of what we see with our own eyes today than any newspaper.
wat wij lezen, zeg maar, door de profeten. Dat is opgeschreven toen. En wat wij nu, vandaag de dag, om ons heen zien, dat is werkelijk, ja, onbeschrijfelijk, zeg maar. Zo standvastig is Gods woord. Daar kan geen krant tegenop. But we remember, it all hinges upon learning the lesson. Whose land is it? My land, says God. Maar het herinnert ons ook aan de lessen die God ons heeft gegeven als God zegt het is mijn land. Because everything we have that is material is always means to coming home to God. Want al het materiële wat wij bezitten heeft altijd met de bedoeling en is ons gegeven altijd met de bedoeling om terug te keren naar de Heere God. Now, Israel is not the only one who needs to learn this lesson, that when God says, my land, he means it. En Israël is niet de enige natie die dit moet leren, en dat als God zegt, het is mijn land. And that brings me to the other passages in which God emphasizes, Arutzi, my land. En dat brengt mij bij andere passages waarin God hetzelfde woord heeft laten opschrijven. Artsi, mijn land. I'd like to share with you four places, maybe the four places, where this message is driven home with all of its force. En ik wil graag vier schriftgedeelten met jullie doornemen waar dat heel duidelijk naar voren komt. The first is in Isaiah chapter 14, where we read in verse 25, that I will break Assyria in my land, and upon my mountains tread him underfoot. Then shall his yoke depart from off of them, from off of Israel, and his burden depart from off their shoulder. In het eerste keer waaraan dat heel duidelijk wordt beschreven, dat is Jesaja 14, vers 25. Ik ga Assur in mijn land verbreken en het op mijn bergen vertreden. Dan zal ik zijn juk van hen worden weggenomen en weggenomen de last van hun schouder. Why the emphasis my land? En hier wordt dus ook benadrukt mijn land. Well, because Assyria, and in particular Sennacherib, Sancheriv, its emperor, forgot that. En waarom zo duidelijk mijn land? Om juist omdat Assyrië, Assur hier beschreven, maar ook de machthebber van die tijd, deze les heel duidelijk had vergeten. In the blasphemous boastings of Rabshakeh, the emissary of Sennacherib, in Isaiah chapter 36, verse 18, he taunts. Want we gaan even kijken naar Jesaja 36, vers 18. Daar wordt heel duidelijk beschreven dat hij de Heere God lastigt, zeg maar. Has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? I'm in charge. En hij gaat daar dus op staan. Ik moet het even opzoeken. Ik denk dat het in Jeremia staat trouwens. Maar Isaiah chapter 36, verse 18. 18. Oh. Daar staat het. Laat Hiskia, staat er dan bij, u toch niet misleiden door te zeggen, de Heere zal ons redden. Heeft soms één van de goden der volken zijn land gered uit de macht van de koning van Assur? And in verse 20, who are they among all the gods of these lands that has delivered their land out of my hand, that God should deliver Jerusalem out of my hand? It's mine. En dan gaat hij verder met God te lasteren. In vers 20, wie waren er onder alle goden deze landen die hun land uit mijn macht hebben gered, dat de Heere Jeruzalem uit mijn macht zou kunnen redden? It is it? As Isaiah sends to King Hezekiah in chapter 37. En inderdaad, dit zijn de woorden die dan de profeet Jesaja noemt aan de koning Hiskia.
verse 22, this is the word which God has spoken concerning him, concerning Sennacherib. The virgin daughter of Zion has despised you and left you to scorn. The daughter of Jerusalem has shaken her head at you. En dan zien we staan, Jesaja 37, vers 21, 22. Zo zegt de Heere, de God van Israël, daar gij tot mij gebeden hebt betreffende Sanherib, de koning van Azer. Dit is het woord dat de Heere over hem spreekt. Zij veracht u, zij bespot u, de jongvrouw, de dochter Sions. In verse 23, who do you think you are? Who have you taunted and blasphemed? And against whom have you exalted your voice? You lifted up your eyes on high, even against the Holy One of Israel. We zien het antwoord dan staan in vers 23. Wie denk je eigenlijk dat je bent? Hè? Laat Jesaja weten aan die machthebbers, zeg maar. Wie denk je die je voor je hebt? Het laatste stukje van vers 23. Tegen de heilige Israëls ben je opgestaan. Then verse 29. Because of your raging against me, and for that your uproar is come up into my ears, therefore will I put my hook in your nose and my bridle in your lips. You don't have anything in your possession. You're in my possession, and I will turn you back by the way by which you came. Vers 29, omdat gij tegen mij geraasd hebt en uw overmoed tot mijn oren is opgestegen, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bit in uw mond leggen en u zal terugkeren langs de weg die gij gekomen zijt. Je bent dus opgestaan en je denkt dat je iets kan bezitten en dat je iets van mijn bezit kan nemen, maar dan heb je dus helemaal fout. In vers 32, for out of Jerusalem will go forth a remnant and out of Mount Zion. They that shall escape. The zeal of the God of hosts shall perform this. Want van Jeruzalem zal een overblijfsel uitgaan en van de berg Sion wat ontkomen is. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Vers 32. And Assyria isn't coming into Jerusalem. Verse 33, he shall not come into the city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast a mound against it. Want Assyrië zal dus inderdaad de poorten van Jeruzalem niet kunnen binnentreden. Dat lezen we ook in vers 33. Daarom, zo zegt de Heere van de tot de koning van Azer, hij zal in deze stad niet komen. Hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild daarin opheffen en geen wal daartegen opwerpen. Verse 35, I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. Vers 35, en ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. And that night, 185,000 soldiers of the mighty army of the Assyrian Empire go to bed, camped round about the walls of Jerusalem, and they don't wake up. En die nacht inderdaad gebeurde het dat 185.000 soldaten optraden tegen Israël. En, maar die nacht werd het heel erg raar wakker, want ze werden dus niet meer wakker. Verse 36, the angel of God went forth and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when men arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. And Jerusalem was saved. Vers 36 lezen we dat ook, dus dat er 185.000 soldaten waren gelegen bij Jeruzalem. Toen ging de engel des Heeren uit en sloeg in het leger van Azer 185.000 man. Toen men vroeg in de morgen opstand, zie, zij waren allemaal lijken. Why? Because they forgot that very simple and very basic lesson. The land, says God, is mine. En waarom? Zij hadden de les vergeten en hadden daar zeker niet nagedaan, omdat het land de Heere God toebehoort. That's the first of our list of four. En dat is de eerste van onze vier voorbeelden. We continue in Ezekiel chapter 36. Verder naar Ezekiel hoofdstuk 36. An extraordinary beginning for the prophecy. And you, son of man, prophesy unto the mountains of Israel and say,
You mountains of Israel, hear the word of God. Een opmerkelijk begin van hoofdstuk 36 van Ezechiël, vers 1. Gij nu mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg, bergen van Israël, hoort het woord des Heren. A prophecy addressed to the mountains? Een profetie gericht op de tegen de bergen. And maybe what we need to bear in mind is Ezekiel is in Babylon here. En we moeten er ook nog even aan herinnerd worden dat Ezekiel deze woorden uitspreekt terwijl hij in Babel is. Babylon is the floodplain, the deltas of the Tigris and Euphrates. It's all a plain, not a mountain in sight. En Babel is juist heel erg plat. Dus dat is ook helemaal wel opmerkelijk. Het is heel erg vlak daar al. Maar Ezekiel krijgt dus echt de opdracht om tegen de bergen te spreken. And God bids him to remember his home. His homeland, the land of Israel, which is a land of mountains and valleys. Dus God laat ook die Ezekiel terugdenken aan zijn eigen land, zijn thuisland, zeg maar, want Israël is een land met bergen en valleien. And the content of the message in this prophecy, again, about my land. En de context waarin dit alles wordt opgeschreven, in hoofdstuk 36 van Ezekiel gaat weer om hetzelfde onderwerp. Het betreft mijn land. In chapter 36, verse 5. Therefore, thus says God the Lord, surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the nations and against all Edom, that have appointed my land unto themselves for a heritage, with the joy of all their heart, with disdain of soul, to cast it out for a prey. That was my land. Dan lezen we vers 5. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, voorwaar in het vuur van mijn naijver heb ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ter erfdeel hebben bestemd, om het volledig uit te plunderen. Well, someone forgot whose land it is and needs to be reminded. In verse 7, therefore, thus says God the Lord, I have lifted up my hand. God, as it were, swears. Surely the nations that are round about you, they shall bear their shame. En dat zien we dan ook staan in vers 7. Want iemand moet herinnerd worden aan van wie het land nu eigenlijk is. En dat is Edom in dit geval. Daarom, zegt de Heere, Heere, zweer ik voortaan. Voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen. But conversely, when Israel learns the message, the next verse, but you, O mountains of Israel, you shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people Israel, for they are near to come. In vers 8, maar gij, bergen van Israël, zult uw trekken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. And again, I must stress, until the last century, maybe less, we only saw these words of the prophet in the book. Now we see them before our eyes, all around. En het is inderdaad, ik wil het met jullie delen en ik wil het toch echt opmerken. Voor zeg maar 100 jaar terug konden wij deze dingen alleen maar lezen in Gods woord. En nu, heden te dagen, als we om ons heen kijken, zien we gewoon dat het helemaal bewaarheid is geworden. We have tradition regarding this verse. There is no clearer sign that my people Israel are near to come than when the land of Israel brings forth her fruit with bounty once again. And wij hebben hier een uitspraak en dat herinneren we ons zelf ook altijd aan. Er is geen volk zoals Israël is. En als je dan om je heen kijkt, want God heeft ze teruggebracht naar het land. En dan ook inderdaad, dan weten wij ook dat God dichtbij is, of dat wij dichtbij zijn, omdat het land zijn vruchten voortbrengt. We've mentioned in the past the tourist who came through this land 149 years ago by the name of Mark Twain. Ja, want wij merken ook altijd op als er toeristen hier zijn en we zijn met hen in gesprek, dan zeggen we ook altijd Mark Twain, die was hier lang geleden. He describes a land accursed in which even the olive tree and the cactus, fast friends of worthless soil,
have abandoned the countryside. Nothing here. En die Mark Twain was een ontdekkingsreiziger, zeg maar 2 eeuwen geleden. Ik ben even het jaar kwijt wanneer hij er was. Maar hij heeft dat laten opschrijven dat hij het land toen bezocht. En het was gewoon een desolaat land. Het was een verlaten land. En dat er zelfs geen cactussen wilden groeien. Nothing here. No one here. An empty land. And just then, the prophecy comes to pass. Mountains of Israel, shoot forth your branches, yield your fruit to my people Israel, for they are near to come, and they come. Want het is dus inderdaad nu, als je nu kijkt, het was toen een verlaten land, er was gewoon helemaal niks en niemand. En nu moet je kijken, het land brengt zijn vrucht voort. En wij zijn dus inderdaad heel erg dichtbij bij de Heere God. But even then, there are those who refuse to recognize. My land, says God. Maar er zijn altijd mensen en is geweest die dit teken ook niet zien zo. En die het nog niet herkennen en erkennen dat dit Gods land is. And so 2 chapters later in Ezekiel, we read of the battle of Gog and Magog. Not so much against Israel, really more against God. En ook zien we dat beschreven in Ezekiel 38, vers 14, dat er mensen zijn die het niet erkennen. En daarvan lees je hier staat iets opgeschreven, dat gaat is opgeschreven ten opzichte van Gog en Magog. It's really a war against God, but it's for here. In verse 16, you shall come up against my people Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the end of days, and I will bring you against my land. It's my land, that the nations may know me, when I shall be sanctified through you, that is, through your destruction, O Gog, before their eyes. En dan lezen we in vers 16, dus Gog en Magog zullen dat niet herkennen en ook in de toekomst niet gaan erkennen en zullen optrekken naar Israël. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In de toekomende dagen zal het geschieden dat ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken mij leren kennen. Wanneer ik mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige, zal betonen. De Heere God gaat hier dus heel erg van uit dat het is niet zozeer een oorlog tegen Israël, als wel tegen de Heere God zelf. En vers 18. It shall come to pass in that day when Gog shall come against the land of Israel, says God the Lord, that my fury shall arise in my nostrils. En dan vers 18. Maar ten dien dagen, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Heere Heere, dan zal mijn grimmigheid opstuigen in mijn neus. And we read how the very earth quakes. And in verse 21, I will call for a sword against him throughout all my mountains, says God the Lord. Every man's sword shall be against his brother. Vers 21, dan zal ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Heere Heere. Het woord van de een zal tegen de ander zijn. Dus op mijn bergen zal het geschieden. And I will enter into judgment with him with pestilence and blood. And I will cause to rain upon him and upon his bands and upon the many peoples that are with him. An overflowing shower and great hailstones, fire and brimstone. Vers 22, ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed. Stromende regenen en hagel, stenen, vuur en zwavel zal ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbeiden en op de vele volkeren die met hem zijn. Why? Because someone forgot this truth. The land, says God, is mine. En waarom? Omdat toen ook iemand is vergeten dat dit Gods land betreft. And finally, the fourth and last instance, in the last chapter of Joel. En we gaan naar het laatste besproken onderwerp kijken, het vierde, en dat wordt beschreven in Joel. In some Bibles it may be chapter 3, in others in chapter 4, it's the last chapter. En dat is het laatste hoofdstuk van Joel, en sommigen zal dat hoofdstuk 3 zijn en anderen zal dat hoofdstuk 4 zijn. Remember,
So far in reviewing, we saw in Isaiah chapter 14, Assyria forgot that it was God's land. En even opmerken, we hebben net geschreven, dus Assyrië, die had het inderdaad vergeten. In Ezekiel chapter 36, it was Edom who forgot it's God's land. Dus in Jeremia was het Assyrië, en in Ezekiel is het Edom die het had vergeten. Those were both in the past. In Ezekiel chapter 38, it's Gog and Magog, yet in the future, who forget it's God's land. Edom en Assyrië, die het toen waren vergeten, dat is al gebeurd, dat is verleden tijd, dat is in de historie al gebeurd. In hoofdstuk 38, Gog en Magog, dat gaat nog gebeuren, van Ezekiel. But in truth, it's not just one nation or another. We read in Joel, in the first verse of the chapter, behold, in those days and in that time, when I shall bring back the captivity of Judah and Jerusalem. In mijn Bijbel is dat Joel 3, vers 1. Want zie, in de dagen, in die dagen en ten dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. I will gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. Jehoshaphat is Hebrew for God judges. And I will enter into judgment with them there for my people and my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and divided my land that they partitioned. En dan vers 2, zal ik alle volkeren, en dat is dus een zienswijze, of een uitleg ook van Gog en Magog, is dus niet zomaar een land of zo, maar daar worden dus alle volkeren mee bedoeld. Zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En Jozefat is in het Hebreeuws, betekent dat ook dat de Heer in het gerecht zal treden. En ik zal al daar met hen in het gerecht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl ze mijn land verdeelden. How dare you put your hands upon my land? How dare you partition my land? It was never yours. En hoe durf je, zeg maar, tegen mijn land op te staan? Hoe durf je mijn land ook te verdelen? Het is nooit de jouwe geweest. My land. Mijn land. Now, my land, again, refers in particular to this one. En mijn land, dat werd dus eigenlijk alleen maar, dat herinnert aan dit land. Whenever God says, my land, in the Bible, he's always referring to this one. Dus als de Heere God refereert aan mijn land, dan bedoelt hij eigenlijk maar één land. En dat and is deze. I'm going to be completely unapologetic about it. This land is special. En ja, ik wil het toch benoemen. Dit land is natuurlijk ook heel erg speciaal. That's not my decision. That's God's decision. En dat is niet mijn beslissing. Het is Gods beslissing. As God says in Deuteronomy chapter 11, verse 12, it's a land which God your Lord cares for. The eyes of God your Lord are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. En dat lezen we ook in Deuteronomium, which chapter? Deuteronomium 11. Chapter 11, verse 12. Deuteronomium 11, vers 12. Daar zegt de Heere God ook heel duidelijk van, het is het land waar ik mijn ogen altijd op heb. And likewise, in the first book of Kings, after the prayer of dedication of King Solomon for the Holy Temple, we read in chapter 9, God says to King Solomon in verse 3, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. I have hallowed this house which you have built to put my name there forever, and my eyes and my heart shall be there always. En dat lezen we ook in Koningen, hoofdstuk 9, vers 3. En dat is het hoofdstuk nadat koning Salomo de tempel heeft ingewijd. En dan zegt de Heere God, ik heb je gebed gehoord en dat je hebt opgericht in het huis en het huis wat je hebt gebouwd. Maar mijn ogen
en mijn hart zullen hier zijn. En dat staat daar beschreven. Dus dat is heel erg mooi. Dus dat betreft ook iets heel speciaals weer, dat God dat zegt, dat het speciaal is in zijn ogen. So of course this is undeniable. Dus wij kunnen daar niet over discussiëren, dit staat gewoon vast. But does that mean the rest of the world doesn't count? Maar betekent dat ook dat de rest van de wereld het eigenlijk helemaal niet ertoe doet? You know, inevitably, of course, that couldn't possibly be the answer, because God is the Lord of us all, and of the entire universe. En dat is natuurlijk niet zo, want God is natuurlijk de God van ons allemaal, en God van het hele universum, van het hele heelal. And indeed, in the prophecy of the prophet Zechariah, in chapter 4, when we read in verse 9, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house of the Holy Temple, it's not just about the Holy Temple. Because we read in verse 10 that the eyes of God run to and fro through the whole earth. En we lezen dat ook in Zacharia 4 vers 10. Ten dien dagen luidt het woord van de Heere der Israëlen. Even kijken. Dat is 3, sorry, ik was even verkeerd. Vers 10. Zacharia 4, vers 10. Zacharia, chapter 4. Yes. Het gaat inderdaad om die inwijding van... Ik zie het hier even niet zo staan. Maar dan zegt de Heere God dus weer dat zijn ogen gevestigd zijn op die plaats. Okay, and likewise, in Proverbs, in chapter 15, verse 3... En ook in Spreuken 15 vers 3 staat daar, werd er genoemd, dat de ogen van de Heere God op die plaats zijn gericht. Okay, right. The eyes of God are on every place, not just one. Dus in iedere plaats zijn de Heere God zijn ogen gericht. Niet alleen op deze, maar op meerdere plekken, op alle plekken. And of course, inevitably, it couldn't possibly be otherwise. As we already noted earlier, we read in Exodus chapter 19 verse 5, all the earth is mine. Want dat weten we natuurlijk ook wel. In Exodus 19 vers 5 wordt ook weer beschreven dat de hele aarde God toebehoort. Dus ook zijn ogen zijn gericht op de hele aarde. In Psalm 24 vers 1, the earth is God's. All of it. Psalm 24 vers 1, de aarde behoort de Heere God toe. So what's the relationship here? And what's the purpose of this message? After all, isn't everything God's? Dus wat is het doel van deze les dan precies? Want achter, je kan natuurlijk zeggen dat alles van God is. But recalling Exodus chapter 9. Yeah, that message actually was one of the essential messages. We read it in particular in verse 29, that the purpose of Moses praying for God to take away the plague of hail was that you, Pharaoh, your servants, may know that the earth is God's, which of course it is. Want dat is ook beschreven inderdaad in Exodus, which chapter? In chapter 9. Exodus hoofdstuk 9, gaan we even naar kijken. Vers 29. En Mozes zei dat tot hem, zodra ik buiten de stad gekomen ben, zal ik mijn handen uitbreiden tot de Heere. De donderslagen zullen ophouden en zal niet meer hagelen, opdat gij weet dat de aarde aan de Heere toebehoort. Dus dat is ook weer het doel van de plagen bij Farao, dat hij zal erkennen dat de aarde God toebehoort. Well, that's the truth. But in verse 30, as for you and your servants, I know that you still do not fear God. In vers 30 zien we wat de uitwerking zal zijn, maar wat u en uw dienaren aangaat. Ik weet dat gij nog niet vreest voor het aangezicht van de Heere God. And so much of the world still doesn't. En heel veel op deze aarde, momenteel, op deze dag, weten dat ook niet en hebben dat ook niet. They still haven't gotten the message. Zij hebben de les nog niet geleerd. And so,
there is a Sabbath of the land. A Sabbath of the land teach us that message of the land. En daarom blijft het dus altijd nog belangrijk over om die Shabbat van het land te houden. Want er ligt een les in die nog niet iedereen kent. It's a message that goes forth from the land. Because, you know, ultimately, as we read in Isaiah chapter 2, verse 3, all the nations will say, let us go up to the mountain of God, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth teaching, and the word of God from Jerusalem. The message goes out from here, the entire world. Maar het uiteindelijke doel zal ook zijn, en dat wordt beschreven in Jesaja 2, vers 3. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar het berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. So it starts here. It starts in God's land. Dus het begint hier, hier in Gods land. And here, so to speak, is where God's eyes are always. En hier, dat betreft ook de plek waar Gods ogen altijd op gericht zijn. But when they're here, they're everywhere. Maar natuurlijk, ze zijn ook overal. And the message goes out from here too. Everywhere. En de boodschap die gaat ook uit van hier naar alle delen. And again, recalling how we began. It all started out with the Sabbath of the land. En terugdenkend waarmee we begonnen, het begint allemaal met de Shabbat voor het land. Does it teach us about environmental awareness and responsibility? Heeft het ons iets geleerd? Wat is de lessen daaruit te leren van onze verantwoordelijkheid? Certainly, but that's only part of the story. Ja, dat is inderdaad waar. We hebben geleerd inderdaad dat het onze verantwoordelijkheid is naar bezit toe. What about social awareness and social responsibility? Maar we weten ook dat het dus een sociale verantwoordelijkheid betreft. Clearly, that's there too. But that's still not the whole story. Maar dat is dus ook een onderdeel, maar nog niet alles van het hele verhaal en de boodschap. The Jubilee redistribution of wealth, that's also part of the story, but it's not the whole story. En het jubeljaar, daarin vertelt inderdaad dat alle bezit zal terugkeren en het land zal terugkeren naar de eigenaar, maar dat is ook nog maar een deel van het verhaal, nog niet alles. All of those stories only work because the land is God's. En al deze boodschappen die hierin verborgen liggen en wie we moeten leren, is nog niet alles, maar de belangrijkste daarvan is dat het land God toebehoort. And we need to learn, not only is the land God, we are God's. En niet alleen het land behoort de Heere God toe, maar ook wij behoren de Heere God toe. You are strangers and sojourners with me. Je bent vreemdelingen en bijwoners bij mij. The lesson of the land is the lesson that ultimately teaches us. So the whole world will know the earth is God's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. It's all about God. Dus het uiteindelijke doel is om iedereen te laten weten dat alles dat op deze aarde is, alles, de complete volheid daarvan, alles behoort de Heere God toe. It's all about God, but not for God. For us. Het gaat om God en het gaat dus niet om ons. For us to learn that matter by itself doesn't matter. Dat wij het allemaal moeten leren voor ons eigen goed, dat is niet dus wat het toe doet. That a physical universe is not, can never be, self-justifying. Dat deze fysieke wereld, zeg maar, zichzelf nooit kan rechtvaardigen. Everything physical that we have is only means. Something that goes beyond the physical. Alle fysieke dingen die we om ons heen zien, alles wat we nu zien, leidt altijd naar iemand toe die wij niet kunnen zien. Because everything material ultimately is God's. Want al het materiële behoort tot God toe. We bring it back to Him.
Wij brengen het terug naar hem. And what he gives us is the greatest blessing. En wat hij ons geeft is de grootste zegen. The greatest blessing to be connected to him. En de grootste zegen is juist, ligt hierin dat wij hem kennen, dat wij een relatie met hem hebben, zeg maar. To recognize that everything that we have and everything that we are is his. Om dat ook te onderkennen dat alles van hem is. And it becomes valuable because we learn from God the message, again, of absolute truth, absolute goodness, absolute righteousness, absolute justice. It all comes from him. En de waarde die hierin ligt, dus alles dat absoluut is, de absolute goedheid, absolute waarheid, dat komt allemaal van hem. En dat leren we dat wij verbonden mogen zijn met hem, in hem. Everything that is a value because we learn to connect it back to its source in God. Alles krijgt een waarde en heeft een waarde en dat leren we omdat alles dan wordt teruggebracht naar de bron en dat is de Heere God. That's the redemption of the land, that's the redemption of us. De verlossing van het land of de lossing van het land is ook de lossing van onszelf. That's the greatest blessing of all. En dat is de grootste gift voor ons allemaal. God bless you. God zegent jullie.